Gio onder vuur. Gio laat in zijn nieuwe vlog zien hoe hij een zwembad opensnijdt. Er is vandaag geen jade, maar ja. Geen jade, nee. Ja, daar heb ik een beetje een crush op, ja. Geen jade. Ja? Ja. Wacht, laten we heel even. Het gaat geen gezellige middag worden, kan ik je wel vertellen. Hallo. Zullen we zijn? Oh, stop! Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik heb hier iets achter mijn rug. Hallo, moeder. Hallo. Ik heb hier iets achter mijn rug. Wat heb je achter je rug? Iets wat jij nog nooit gedaan hebt. Zo? Jij mag de auto eruit rijden. Nee, echt. Ja, kom. Eruit rijden? Ja, kom. Nee, Gio. Ik heb mijn crocs aan. Ik moet eerst andere schoenen aan. Kom. Nee, dat durf ik echt niet. Jawel. Nee. Jawel, zelfs Jade rijdt erin, moeder. Ja, maar niet met deze schoenen, hoor. Op de crocs? Nee. Hoezo? De crocs zijn de beste schoenen ter wereld. Ja, dat weet ik. Maar niet om mijn auto te rijden, denk ik. Nee, zeker niet in een Ferrari. Dan blootvoeten. Kom, dan kan je gewoon je pedaal intrappen. Nee, hij is open. Nee, ik moet echt eerst mijn andere schoenen aandoen. Oké, dan doe je dat maar. Maar ook achteruit rijden? Ja, ja, je kan hem niet vooruit rijden. Nee, dat snap ik, maar stel je voor dat ik dat doe. Ja, dat zou kunnen. Dan hebben we wel een leuke vlog. Content. Nou, het is jouw beurt vandaag. Zoals velen van jullie weten, maakt mijn moeder elke week hier natuurlijk lekker het huis schoon en alles. En nu zei ze, Gio, ik moet een keer de vloer dweilen hier zo in je garage. Want dat is nog nooit gedaan in 1,5 jaar tijd. Dus zij mag hem er zelf uit gaan rijden. Want ze heeft ook nog nooit in de Ferrari gereden in 1,5 jaar tijd. Deze schoenen zijn beter, wil je zeggen. Ja, slippertjes. Nee, maar die zitten iets steviger. Nou, kom. Achter. Ga maar zitten. Oh, ja, bellen kan niet uit het rijden. Juist, papa. Dat kan niet. Ga maar zitten. We hebben meerdere mensen dit al een keer zien doen. Alex heeft het gedaan. Ja, dit gedaan. Bijna iedereen heeft het al een keer gedaan. Maar jij dus nog nooit, moeders. Nee, die liggen allemaal bonnetjes hier. Oh. Sleutel erin. Omdraaien. Helemaal. Voet op de rem en omdraaien. Verder. En nu verder draaien. Nee, tuurlijk niet. Je hebt de startknop hier. Oh. Oké. Okay. Oh. En dan als je die ingedrukt hebt, gaat die aan. Daar gaat ze, daar gaat ze. Ik denk dat ik de vlog maar even ga doorspoelen, jongens, want ik ga niet zo hard. Oh joh, het gaat perfect. Oh, bam, vol op de onderkant. De onderkant raakte hem. Nee. Echt? Ja. Maar dat gebeurt wel vaker hoor, dat maakt niet uit. Oké, stuur naar rechts draaien. Kijk, er is even zitten dan. Eerste keer dat ze in een Ferrari rijdt. Zo beginnen we de dag lekker, jongens, hier vanuit huis. Verder. En stop. Dat scheelt niet veel. En zo staat hij mooi buiten. Nou, perfect. Nou, dat viel wel mee. Ja, toch? Je moet gewoon voorzichtig gas geven. Ja, gewoon niet een poep gas geven. Nee, maar inderdaad. Je voelt wel dat hij wil, hè? Ja, dat klopt. Ja. Kijk, ik ben dus benieuwd of je deze vlekken hier zo nog allemaal eruit kan krijgen of niet. Zie je al deze viezigheid? Echt een hele vieze vloer hier, hè? Ja. Maar ik denk het wel. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Nou, wat ik eerst even ga doen, is het hier even helemaal leeg bezemen. Dat we hier aan het schoonmaken zijn, jongens en meiden, heb ik weer een leuke actie voor Air Up. Met de stalen fles natuurlijk, de nieuwe collectie is dit. Ik kan wel weer gaan uitleggen hoe het werkt. Zal ik het gewoon nog één keer doen? Ja. Leg jij het uit in 2 seconden? Nah, 5 seconden. 10 seconden. Je vult de fles met water en dan doe je de pot erop. De pot trek je omhoog en dan kan je drinken. En dan smaakt het naar een bepaald smaakje. Een bepaalde smaak die je erop doet. Nou, jij zou een verkoper kunnen zijn. Ja? Ja. Maar ik heb dus weer een kortingscode voor jullie op het gehele assortiment. En dat is dus GEO10, wat hier zo in beeld staat. De kortingscode is dus maar weer een paar dagen geldig, dus je moet er wel snel bij zijn. Ik ga nog heel even deze fles laten zien. Zo, deze past trouwens ook wel mooi bij waar we hierin staan, qua staal. Heel mooi. Kijk, zo ziet dat er dan uit wanneer je de fles opent. Een heel mooi doosje, plus 2 pots die je hier zo bij krijgt. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk hier onder de fles. En het voordeel aan deze fles is dus... Zo, hij staat echt mooi hier. Ja, zo heel mooi. Nou. Het voordeel aan deze is dus dat het water wat je erin doet, dat dat dus ook gewoon echt koud blijft. Omdat het dus een stalen fles is. Nou, super handig. Ik heb heel veel berichtjes en DM's van jullie al gekregen van mensen die hem dus besteld hadden. Nu heb je dus weer een kortingscode. Je kan pots bestellen, je kan flessen bestellen, van alles. Dus laat maar weer weten en stuur me maar weer een berichtje als je er een besteld hebt. Ik ga deze weer even vullen met water. We krijgen de smaken peach en cherry erbij. Ik ga deze keer voor peach. Misschien dat het wel een beetje naar ijsthee smaakt. Ze hebben zelfs ook een echte ijsthee peach smaak. Dus dat is ook wel nice. Het moment van de waarheid. Gaat de zwarte olievlek eruit of niet? Komt-ie? Ja! Nou, gelukkig. Kijk eens, heel de vloer blinkt gewoon. Wauw. Nou, hè?
Top! Ik ben de auto even ingestapt, jongens en meiden. Ik ga jullie heel even wat laten horen. Ik denk dat veel het ook wel gezien hebben van jullie. Ik heb een vlog geüpload van de week waarin ik mijn zwembad kapot ging maken. Hem helemaal kapot sneed en dat al het water helemaal eruit viel in de tuin. Daar was alleen niet iedereen het helemaal mee eens, dus let op. Gio onder vuur. Gio laat in zijn nieuwe vlog zien hoe hij een zwembad opensnijdt. Er komt hierdoor een golf van water uit het zwembad. Mensen reageren in reacties dat ze het zonde vinden. Zo reageert iemand: energieprijzen stijgen de pan uit in Nederland. Gio gooit gewoon even liters water plus een goed duur zwembad weg. Gio reageert met: misschien een beetje zonde van het zwembad. Ik was gewoon heel benieuwd hoe het eruit zou zien. Maar laat maar weten wie ik blij kan maken met een nieuw zwembad. Wat vind jij van deze actie? Laat het... Ja, oké. Nou, ik heb hier natuurlijk ook mijn eigen mening over. Die ga ik ook gewoon lekker met jullie delen. Ik ben de moeilijkste niet. Ik vind dat het leuk om op kritiek in te gaan, want daar ben ik vlogger voor. Weet je, mensen kijken je leven. Dus het is logisch dat je kritiek krijgt, want niet iedereen zou dezelfde keuzes maken in zijn leven. Ik ben het met één ding eens. Dat is dat het inderdaad zonde is van het zwembad. Het was een zwembad van €400, dus dat is natuurlijk best wel zonde dat ik die sloop. Hoe ik erover denk is gewoon, kijk, ik heb dat ding gekocht voor content. Ik heb er 3-4 video's mee gehad en titels over gemaakt. Dus ik heb het dubbel zo dik uitverdiend natuurlijk. Dus ik dacht, nou weet je, we gaan hem gewoon lekker slopen, boeien, weg ermee. Ik had hem beter aan een gezin kunnen geven die het moeilijk had, uiteraard. Ik dacht, fuck it, ik ga hem gewoon slopen. Is natuurlijk mijn fout in die zin. Het andere ding is dat het waterverspilling is. Daar ben ik het niet mee eens. Ik weet natuurlijk van alle energieprijzen en dingen en alles in de wereld op dit moment. Ik bedoel, ik heb er zelf ook mee te maken. Ik heb jammer genoeg geen zonnepanelen. Maar, jongens, dit water zat vol met alg. Het was helemaal smerig. Wat had ik er dan mee moeten doen? Iedereen die zijn zwembad leeg maakt, die laat het leeglopen of wat dan ook. Had ik het moeten opdrinken? Even serieus. Dat vind ik zo dom. Dit was geen waterverspilling. Het is maar goed dat het nu gewoon de natuur in gegaan is. Dus ik krijg het gras nog een beetje water. Het zat vol met groene algen. Dus het moest ook gewoon weg. Maar nu zei ik al dat ik het dus natuurlijk eens ben met dat ik het beter aan een gezin heb kunnen geven. Dus ik ben hier net bij de karwei geweest, jongens. Kijk eens. En ik heb een zwembad gekocht. Ter waarde van €180 is die volgens mij. En nu dacht ik, nu is het misschien wel zo aardig om hem niet zelf te houden, maar weg te geven aan een van jullie. Dus ik denk dat ik zo even een Insta-storytje ga posten met dit zwembad. Het is een hartstikke mooi groot zwembad zoals je ziet. En dat was eigenlijk de grootste kritiek, denk ik, dat... Ik had heel veel gezinnen ermee blij kunnen maken die het dus niet kunnen betalen zomaar een zwembad. Omdat die dingen echt best wel duur zijn natuurlijk. En dat ik het dan zomaar sloop is misschien niet de beste keuze. Maar ja, kijk, weet je, ik denk dat jullie mijn kant misschien ook wel begrijpen dat het voor mij heel anders is natuurlijk. En dat ik daarom misschien niet altijd de juiste keuzes kan maken in het vlogleven. Ik heb er ook voor de rest geen spijt van, maar ik dacht, nou, het is wel zo eerlijk om dan een zwembad te kopen en het gewoon op die manier op te lossen, toch? Iedereen weet natuurlijk dat het hele geldverhaal bij mij is natuurlijk compleet anders dan een gemiddeld persoon. Maar ja, daar heb ik natuurlijk ook zelf voor gewerkt en alle jaren dat voor opgebouwd. Maar ja, daardoor maak je soms andere keuzes, terwijl... andere mensen dat natuurlijk uiteraard niet zo zouden doen. Ik had het ook niet gedaan als ik geen vlogger was geweest natuurlijk. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon mijn geld, dus mijn beslissing. Al had ik hem van de brug afgegooid voor mijn huis, dan had het ook mijn beslissing geweest. Want ja, ik heb hem gekocht. Maar ik begrijp de kritiek. En daarom wil ik het dus inderdaad op deze manier gewoon even leuk oplossen. En kijk eens aan, daar zijn we weer, jongens. Ik zet even de auto hier op de oprit. Heel even de muziek uit. Weet je, ik heb ook een beetje... met weggeven vind ik het soms zo kut. Want er komt zoveel gezeik bij kijken natuurlijk. Je moet mensen hebben die willen opkomen halen. Of je hebt mensen die niet op beeld willen hebben. Ik heb zelfs een keer een giveaway gedaan. Toen heb ik volgens mij een iPhone weggegeven. Die heb ik toen weggegeven aan iemand. En die wilde gewoon niet op beeld. Terwijl je weet dat als je hem wint van mij, dan wil ik je reactie filmen natuurlijk. Vind ik het leuk om je op beeld te hebben. En die persoon die was gewoon zo fucking ondankbaar. Dat ik daardoor ook een beetje een trauma er heb aangekregen om dingen zomaar weg te geven. Dat ik denk van, kijk, ik weet dat niet iedereen zo is hoor. Maar dat was zo'n... dingetje dat ik dacht van, wauw, ik geef je een fucking iPhone en je reageert zo. Die persoon wilde achteraf allemaal niet op beeld. Terwijl ik het al gefilmd had, hè. Kijk eens aan, moeders. Kijk. Hij ligt erin, er ligt een zwembad. Hebben jullie toevallig nog een zwembad nodig? Nee, wij niet. Maar ik denk best wel dat je er iemand heel erg blij mee kan maken. Ja, dat wel, hè? Ja, zeker weten. Wat was jouw mening daarover dan? Nou, ik denk, ja, er zijn heel veel kinderen die heel weinig hebben. En jij maakt het zomaar kapot. Ja, maar ik leg net... Ik snap ook wel voor de content en dat je denkt, ja, weet je, dat je, ja, jij hebt het gewoon en je kan het doen. Ja.
Nou, als anderen dat zien, die zullen best denken van... Jezus, die joh, dat had ik wel willen hebben. Of, toch? Maar ja, nu wordt het dus nog de vraag. Nu ga ik een Insta-story posten en nu wordt het ook nog de vraag. Nu moet ik echt iemand vinden die hem ook echt wilt. Ja, dat is zo. Want dat is ook moeilijk, hè? Ja, zeg maar, je moet ook maar... Dat zwembad wat daar staat, dat is het 5 meter bij... Vijf bij vier meter. Ja, vind maar iemand die het niet kan betalen en die het wel kwijt kan in zijn tuin. Is deze ook zo groot? Nee, deze is iets kleiner. Oh, oké. Zeg maar, dat is, er komt zoveel meer bij kijken dan dat zomaar weggeven, hè? Snap je? Ja, en buiten dat, als iemand dit had willen hebben, ja, dan hadden ze het op moeten halen. Ja, maar dat is ook allemaal gezeik, ja, snap je? Dan krijg je er allemaal mensen aan. Dus het heeft zo zijn kanten. Maar nogmaals, ik probeer deze dus... Ja, ik ben blij dat je zo inziet dat het... Het hart zit op de goede plek. Ja, nou, dat sowieso. Maar dat snap je. Tuurlijk, dat weten wij ook wel. Maar anderen kunnen daar anders over denken. Ja. Ja, ik heb net een story gepost. En nu zie je de DM's natuurlijk binnenstromen. Het liefst maak ik natuurlijk een gezinnetje blij. Dat zou het leuk zijn. Hier, ik krijg allemaal DM's. Ik heb geen budget om zo'n zwembad te kopen. Ik wil wel, maar ik woon in België. Het stroomt en het stroomt binnen nu. Even de struggles laten zien als je veel DM's krijgt. Hier, deze is ook leuk. Ik hoef het zwembad niet. Hou die maar lekker zelf. Maar ik wil wel dat je langskomt bij me. Lekkere bak koffie doen. Nou, gezellig, hé. Dit bedoel ik ook met. Je kan dat nooit goed doen. Het is aardig van je dat je een nieuwe hebt gekocht. Misschien zie jij dit niet als veel geld en dat je het doet om zieltjes te winnen voor YouTube. Ik vind het maar een beetje nep en je doet dit waarschijnlijk alleen maar voor de show en om alles op camera vast te leggen. Bruh. Dat kan ook nooit goed zijn, hè. Fucking hell. Mensen op internet zijn zo verschrikkelijk soms, hè. Dus ik doe dit werk al 10 jaar. Ik zit al 10 jaar in de YouTube-game. Het is zo fattoe om soms te zien hoe mensen altijd alles maar kunnen afzeiken. Al zou ik het voor de show doen. Ik bedoel het goed. Hou je bek. En ik film alles in mijn leven, dus logisch dat ik dit ook film. Duh. Ik heb goed nieuws. Ik ben even naar een winkelcentrum nog gegaan en ondertussen heb ik iemand gevonden die ik blij kan gaan maken. En het is een gezinnetje. En ik dacht, hey, ik haal nog even wat handdoeken bij. Altijd handig als je een zwembad krijgt natuurlijk. Ik dacht, als extraatje gewoon leuk erbij. Maar super mooi dus dat ik iemand gevonden heb, want het heeft even geduurd. Alleen ik denk dat ik deze mensen heel blij kan gaan maken met een zwembad. En ze willen ook nog eens op beeld. Dus een win-win situatie, jongens. Ik wilde eigenlijk nog iets van waterpistolen halen, maar ik kon die niet vinden. Dus daar ben ik nog even naar op zoek. Dus ik heb, dan sowieso mijn handdoeken gehaald. Ik moet zeggen, dat ben ik wel weer typisch. Ik ga voor een waterpistool kijken en uiteindelijk kom ik terug met handdoeken. Weet je, het kan allemaal. Oh, daar is de man weer, daar is de man weer. Waarom zo ver altijd? Ja, omdat je in jouw straat niet kan parkeren. Ja, maar dan kan je toch wel hier gewoon dicht om de hoek staan. Deze 50 meter maakt jou echt uit? Nou, wacht, laten we heel even. Het gaat geen gezellige middag worden, kan ik je wel vertellen. Dus jij vindt dit erg? Maar als ik dus zeg maar... Ik ga het jullie nu ook gewoon laten zien zonder te knippen, jongens en meiden. Als ik zeg maar... Hier sta! Ja, dan had ik een stuk blijer geweest. Dan was je een stuk blijer. Dus dit stukje ben jij boos ja, op? Ja. Hé, hey, maar we gaan wat leuks doen, hoor ik. Ja, we gaan de zwembad weggeven. Toch... Oké, je dacht toch van laat ik wat goeds doen. Ja, leuk hè? Ja. En wie is het geworden? Dat gaan we nu zien. Wij zijn binnen 8 minuten op de locatie, jongens. In Spijkenis zijn we dus. Het is dus een gezin volgens mij met 2 jongens als kinderen. Ze zijn 9 en 14 jaar oud. Dus super leuk. Die vinden het zwembad natuurlijk ook helemaal top. Het zwembad is namelijk 76 centimeter diep. Dus ja, als het 2 echt volwassen kerels hadden geweest. Ja, dan had het wel heel een potje baden geweest. Ja. Dus dit is gewoon precies eigenlijk wat ik zocht. Gewoon een gezinnetje met kids. Dus vandaar. En ik ben benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Ik denk dat ze heel leuk gaan vinden. Wil je ook een zwembadje? Ik hè? Ja. Op het balkon. Op je balkon, ja. Ah, leuk. Nee, ik kom wel lekker bij jou zwembad. Ja, dat is waar. Binnen zwembad, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik ook. Lekker voor de winter. Oh. Nou ja, dan is het nog niet af. Als het voor de winter af is, de plannen zijn nog niet eens rond, helemaal niks. Dus, ben je er ook veel mee bezig? Nee, ook nog niet. Nee, de aannemer die moet nog steeds komen. Wij zijn aangekomen op de locatie hier, jongens. Zo, ik loop tegen mijn eigen auto. We mogen op de elektrische plek parkeren. Moet ik eigenlijk wel de kabel erin doen. Kijk eens. Hallo. Ik ga het voorstellen. Hoi, Nadine. Hallo. Hi. Hallo. Jelle. Hoi, nou, welkom in de vlog trouwens. Hi. Ik zal hem zelf even overnemen. Yo, hi. Kan je deze vasthouden? Chio! En Chio! Hey, Jelle! Hi, Jelle! Weet jullie wat jullie krijgen of niet? Ja, zwemmen. Ja! Ja, precies! Wil je meelopen? Ja, goed! Kijk eens! Dat hadden jullie niet verwacht, denk ik, vandaag! Ik kwam thuis van school en mijn moeder zei dat ineens. Ik dacht dat het een schapje was. Kijk eens! Het is warm genoeg ook om te gaan zwemmen. Ja, het is eigenlijk net iets te laat, hè? In principe, maar. Volgend jaar toch? Ja, daarom, je kan het bewaren inderdaad. Nou, hij ligt hierin. Ik denk dat ik hem wel even zal tillen voor jullie. Ja, is goed. En ik heb nog iets leuks. Voor als jullie het willen, tenminste.
4 trui. 2 truien, even kijken, volgens mij is... Of nee, wacht, dit zijn verkeerde. Wacht, momentje. Ik heb een blauwe en een zwarte. Dit is de kids. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En ik heb ook nog wat. Kijk eens, mijn moeder is ook verwend. Ja, helemaal super, hartstikke leuk. Mooie auto, hè? Nou zie je nu weer echt, hè? Als je nou eens geheel praat, ik weet niet, had ik wel licht. Oh, daar is poppen wel blij mee. Ja, dat dacht ik ook wel. Hè? En ik dacht bij een zwembad horen ook handdoeken. Oh, wat super, hè? Kijk. Dat is ook nog, hè? We zijn helemaal verwend, toch? Kom je nu nog even naar binnen? Ja, tuurlijk. Ja, 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 we lopen nog even mee. Eerste reactie, jongens? Ja, apart. Ja? Heel apart. Gisteren op de vlog lopen kijken en nou ineens... Nu staan we hier ineens. Ja, we kijken allemaal mee. Ja? Ja, ja. Ik kijk nooit YouTubers, maar op een of andere manier. Nou, leuk. Ja, ja. Ja, dus al die mensen die hier aan meedoen, mag je niet meer kijken. Nee, ik heb eigenlijk heel veel berichtjes gekregen. Kijk. Nou, we gaan dan, volgende zomer maar verplaatsen naar hier. Ja. En dan zitten we gewoon in het zonnetje. Ik had nog gevraagd inderdaad, waar zou die passen, maar ik denk hier past die sowieso wel. Je hebt wel aardig wat ruimte van deze man. Daarom toch? Hartstikke mooi. Heel raar, je had niet verwacht dat je van school terug kan, zeker? Nee, dat dacht ik al. Oh, en toen, je vertelde het net pas aan hem. Ja, hem had ik een appje gestuurd. Ja. En ik ging Wesley ging ophalen. Maar toen had ik al een berichtje gestuurd, maar toen ging ik dingen af. Ik dacht, nee joh, dat kan nooit. Ja. En Gio, oké, dus... Toch reageerd. Ja, en hij geloofde het ook niet. Dus ik zei, nou, ik kan niet zo'n blauw dingetje maken, hoor. Dat nee, nee, nee. Ik heb dit soort dingen heel vaak. Ja? Vaak veel geluk, ja. Nou, gelukkig. Ja. Mooi. Dus, even kijken of de trui passen. Bij jou past die? Ja, zeker. En bij jou past die? Of is die net iets te... Nee, dit gaat wel goed, toch? Perfect. Ja, kijk, perfect. Hartstikke mooi. Ja. Staat je goed? Die domme. Juist. Ja, top. Zo, nog even bij de auto kijken. Hij staat lekker aan. Zo, hop. En nu gaat hij elektrisch. Het verschil van het geluid ook, hè? Zit je lekker? Ja. Ja, toch? Ik heb gewoon in de auto van Gio. Ja, dan zie je hier dat je camera staat. Ja, klopt. Dan zit hij zo en dan gaat hij zo praten. Dan dan zie je ineens. Ja, zit ja, ja, jij zit op de plek van Jade nu, daar zit Jade dan. Leuk pas, toch? Hè? Kijk hem even zitten. En wat een auto. Neem de vlog maar over. Hou jij de camera vast? Kijk. Zijn we? Met Gio. Hey. Heb je wel eens gevlogd? Of nee, dit is de eerste keer. De eerste keer. Nou, de primeurtje dan. Ja. Er is vandaag geen jade, maar ja. Geen jade, nee. Ja, nee, daar nee. Heb ik nou een beetje een crush op, ja, kan jade. Ja? Ja, ja, snap ik. Ik ook wel. Ja, ik vind het wel een mooie meid om te zien, als ja, je het mag zeggen. Ja, dat is kan zeker. Kan je misschien de groetjes doen vandaag? Ja, tuurlijk. Doe ik. Je kan ook in de kamer de groetjes doen. Nou, jade, de groetjes van Damien. Yes, de groetjes van jade. Top. Nou, helemaal tevreden? Ja. Ja? Jullie ook? Ja. Yes? Hartstikke mooi, gelukkig. Ik heb de deur open voor de schaderij. Ja, zal ik hem open doen voor je? Kijk, kan je hier op die treden staan? Yes. Wij gaan er weer vandoor. Nou, doei doei. Even kijken, even helemaal achteruit. Kijk, hartstikke leuk. Nou, die motor aanknallen. Yes. Doei doei. Doei doei. Nou, helemaal tevreden toch? Hele lieve mensen. Ja, hartstikke leuk. En ook super leuk dat ze gewoon met het hele gezin inderdaad de vlog kijken. Echt, dat is gewoon het beste om dus aan... Dat vind ik het leukste om aan dat soort mensen ja. Ook echt zo'n zwembad weg te geven. Want de moeder zei zelfs dat zij op andere tijdstippen de vlog elke dag kijkt ze dan... Ze kijkt dat vind ik echt leuk om te horen. We hebben dus ook nog een heel gesprek gehad over nou ja, van alles en nog wat. Superleuk. En we hebben beloofd dat als het zwembad staat, dat ze een foto gaat sturen. Waarschijnlijk volgend jaar. En dat we dan eigenlijk nog een keer met de Ferrari ja, moeten langskomen. En dan mee gaan zwemmen. Of gewoon op over de schutting klimmen en de tuin ja, leuk nemen. Ja, hartstikke leuk. Nou, toch fijn dat we ze zo blij hebben kunnen maken. Ze zei ook van ja, ik had het ook alleen maar leuk gevonden als je alleen had langsgekomen, niet eens met het zwembad. Ja, ja. Maar die vrouw was zo lief. Was zo'n lieve vrouw. Heel enthousiast ook, ja. Hè? Ze kende ook alle vlogs, ze kende ja. Alles. Ja, heel leuk. Zo, jongen, jij gaat er weer vandoor. Ja. Het was maar weer een genoegen met jou. Hey, weet je wat ik wel echt lauw vond? Hij zei gewoon op camera... Dat hij een crush had op Jade. Dat ja, vond... Respect gewoon. Ja, ik heb het dus niet gehoord, maar dan heb je wel ballen. Dan heb je echt ballen inderdaad. Die gaat het wel lukken hoor, die leuk meisje. Ja, die gaat een leuk meisje regelen. Dat gaat hem wel lukken inderdaad. En we zijn weer lekker thuis. Kijk eens, het is een hele showroom zo. Nou, het is helemaal mooi schoon die vloeien. Het is echt, nu lijkt het echt een showroom. Kijk, licht aan. Hallo? Oh, ik wil net zeggen. Zo, dit ziet er even 10 keer strakker uit. Hey! Hey. Je krijgt de groeten van Wesley. Degene die we het zwembad hebben gegeven. Ja.
Groetjes terug. Ja, hij gaat het kijken, dus... Ja. Hey, mochten wij nou ooit kinderen krijgen, dan kan ik ook gewoon de Ferrari verkopen. Dan kan je het helemaal mooi inrichten tot... Toch? Het galmt helemaal hier nu. Kinderkamer. Oh, hij stond ingezoomd. Alweer. Bedoel je kinderkamer? Ja? Ben jij gek? Gaat dan niet je kind hier beneden laten slapen als je zelf boven ligt? Hoezo? De auto staat er wel? Ja, dat is waar. Eerlijk, als wij een kind krijgen, dit is toch geweldig? Ja, dat is wel echt cool. Maar eerder wij een kind krijgen en eerder dat kind hierin kan zitten, zijn we wel echt een paar jaar verder. Ja, dat denk ik ook wel. Want dit is voor 3 jaar, dus dan ben je sowieso 3 jaar verder. Nou, ik moet nog zwanger worden, ik moet nog mijn kind baren. Ja. Ik denk dat het wel 5 jaar verder is, ja. Als het niet langer is. Oh, we zijn in de stad aangekomen, ja, en ik heb met haar auto gereden. Ik ben niet echt gewend om een Parkmobile aan te zetten. Bro, hoe dan? Heeft ze 1 dag en 4 uur de Parkmobile aan laten staan, waardoor ze nu een rekening van €70. Terwijl we daar gisteren, dat was bij Jelle thuis, waren we daar gisteren net, ik denk een uur misschien. Dat had je letterlijk €2 gekost, dit of zo. Maar nu moet je hem aanzetten, hè? Maar iedereen zegt dus dat je meldingen aan kan zetten, maar ik snap dat niet. Ja, dat kan, ja. Oh, oh, wat kut. Zitten we weer bij Café in the City. 1 keer geweest van de week en we gaan gelijk weer. Omdat we het heerlijk vonden. Ik ga aan de carpaccio. En jij gaat aan... Wat is het? Spinazie salade en een taco. Lekker. Eet smakelijk, meid. Dankjewel. En kijk eens aan. Weer lekker zelf de Wagyu hier zo bereiden met stokjes. Oh, dit is wel leuk. En echt lekker. Heerlijk. Top tent. Heerlijk. Gegeten en we zijn weer terug bij de auto. In de auto. In de auto, ja. We hebben even snel een kort hapje gedaan bij Café in the City in Rotterdam. Altijd als wij dan een tent ontdekken, waar we dan voor het eerst komen en dat we er enthousiast over zijn, dan gaan... Oh, stop! Mijn Parkmobile. Ik wil net zeggen. Ik wil! We hadden echt tegelijk het besef van weg. Nee, ik had hem al, maar ik wilde eerst even een verhaal opmaken in de vlog. Ik wilde zeg maar testen of je het door zou hebben. Ik heb hem, kijk, en ik heb nu een melding aanstaan van Parkmobile. Ja. Mooi. Maar wat ik eens wil zeggen, is dat we dan dus eigenlijk altijd gelijk voor de 2e keer daar ook heen gaan. Oh, oh jongens, kijk eens, de allereerste keer gaat de Range Rover naar binnen. Heel de vloer is wel. Oh, hoppakee. Heel de vloer is wel gedweld. Rij dan maar door hoor. Ja, wacht even, ik ben even kijken. Oh ja, je kan het goed zien. Kijk, de Mini Range Rover staat daar. Nou, je auto is gepromoveerd tot naar binnen, schat. Echt hè? Wat leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet als je gewoon in de studio zit. Jij ook? Ja, we gaan het zien. Heb je hem wel mooi netjes in het midden? Ik zal nog iets verder doorrijden, maar nog wel iets verder door. Nou, dat kan hier. Niet? Oké, dan laten we doorstaan. Ah, kijk eens. Ja, dit ziet er leuk uit. Dit ziet er leuk uit. Mooi. Kijk eens even. Wow, het ziet er wel best wel lijp uit zo. Hé? Hey? Het matcht wel mooier met het interieur. Zo, hij lijkt echt fucking groot. Ja, eerlijk? Als mijn Ferrari nou een keer naar de dealer is of zo, dat hij daar een paar weken staat en dat hij onderhoud heeft, dan kan je deze gewoon binnenzetten zo. Of die van mij, de Jeep, die hebben we ook weer gedaan. Die past helemaal bijna niet hier binnen. Ja, ik vind het er leuk uitzien. Ik moet zeggen, het is wel echt schattig met die Mini Range Rover zo ernaast. Ziet er echt leuk uit. Ik sta nog even achter de computer hier. Het licht is uit. En kijk eens. Oh, ja, het ziet er echt goed uit. Het is echt leuk om te zien. Een keer wat anders zo. Het misstaat in ieder geval niet. De nieuwe Ferrari is aangekondigd, jongens. De nieuwe Ferrari is aangekondigd. Ik moet beginnen met dit te manifesteren. Elke dag video's kijken. Elke dag... Oh, wauw. Oh, moet die hier binnen staan. Oh, joh. Ziek. Kijk dan wat een ding. Prachtig. SUV 4-zitters. Wauw. Kijk dit ook, hoe die deuren open gaan. Echt van die suicide doors, zie je? Oh, hoe ziek is dit? Het ziet er nog bizar uit. Ik ben echt benieuwd hoe die eruit ziet in de rood ook. Een lekker opgemaakt bedje. Dat is even lekker. Er is echt niks beter dan in een schoon bed stappen. S'avonds. Gewoon een helemaal opgemaakt schoon bed. Heerlijk. Shout-out naar mijn moeder. Dit was in ieder geval de vlog voor vandaag, jongens en meiden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En morgen komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. En dan zeg ik nu, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En later!